Meneer Bijl, het is 4 januari en u heeft als burgemeester een hele belangrijke beslissing genomen voor uzelf. Ja, ik heb het lidmaatschap van de VVD opgezegd. Ik ben bijna 50 jaar lid van de VVD. En nadat ik heel erg lang over heb nagedacht en meerdere kanten heb bekeken, heb ik besloten toch het lidmaatschap neer te leggen. Wat zijn de belangrijkste redenen om te zeggen ik stop nu als lid van de VVD? Toen ik destijds lid werd van de VVD heb ik dat gedaan omdat ik de individuele verantwoordelijkheid belangrijk vond. Ik vond dat mensen zelf in de samenleving moesten kunnen staan. Maar altijd in samenhang met de verantwoordelijkheid die je voor een ander hebt. Als mensen het niet zelf kunnen, dan moet je zorg hebben voor de ander. En zo'n balans, zo'n sociaal-liberaal balans was voor mij belangrijk. En in de loop van de jaren heb ik dat zien verschuiven. Ik heb dat zien verschuiven via het neoliberalisme, de marktwerking, het steeds meer op de voorgrond zetten van efficiency ten opzichte van andere zaken, naar een politieke partij waarbij eigenlijk het individu een soort ik-individu is geworden ten opzichte van de samenleving die ook zijn noden heeft. En ik vind dat uit balans geraakt. Nou, zo'n beetje die trend in de jaren 90 begonnen, hè? Dat was het kabinet Kok, waar de PvdA, VVD en D66 in zaten. Dus het is niet alleen maar de VVD die die trend heeft ingezet en gesteund, het is eigenlijk maatschappelijk veel breder geweest. Dat klopt, maar tegelijkertijd moeten we constateren dat de VVD erbij betrokken is geweest. Ik ben niet lid van al die andere politieke partijen, maar van de VVD. En ik vind dat die trend is doorgeschoven. Doorgeschoten in een situatie waarbij we nu een soort tweedeling in de samenleving beginnen te krijgen. Waarbij het niet meer uit te leggen is dat je praat over een dividendbelasting. Het niet meer uit te leggen is dat aandeelhouders het alleen maar voor het zeggen hebben en het feit dat mensen ergens werken niet meer bepalend is. Dat het niet meer uit te leggen is dat we in een samenleving terecht zijn gekomen van mensen die heel veel kansen hebben, mensen die bijna geen kansen hebben. En dat evenwicht, daar is de politiek voor verantwoordelijk, maar weet geen antwoord te duiden. En dan zie je dat er steeds meer polarisatie ontstaat, steeds minder begrip en onze samenleving is gebaat bij samenleven. Wij moeten het samen doen. En als we geen begrip meer voor elkaar kunnen hebben, als we niet meer in staat zijn om bruggen te bouwen, compromissen te sluiten, elkaar de hand te geven, alhoewel we verschillende meningen hebben, dan zijn we niet goed bezig. En ik vind dat de politiek daar geen antwoord op weet te formuleren. De VVD voorop. U verwijst ook naar populistisch gedrag. Partijen die opkomen, bijvoorbeeld aan de rechterflank van de VVD, Forum voor Democratie, PVV, waar zelfs mee eigenlijk in een coalitie heeft gezeten. Zijn dat geen breekpunten voor u geweest? Want regeren met de PVV een aantal jaren geleden, dat is dan uiteindelijk ook gebeurd. Toen bent u wel blijven zitten. Waarom kon dat toen wel? Nou ja, je ziet altijd, als je lid bent van een politieke partij, weet je dat nooit alles naar je zin zal zijn. Ik denk dat er niemand die lid is van een politieke partij alles wat een politieke partij voorstaat zal ondersteunen. Dus je maakt een afweging. Kan ik de grote lijn nog steeds ondersteunen? En dan accepteer je een aantal andere zaken. De discussie destijds was een lastige discussie, zoals daarvoor ook de discussie over het leiderschap van de VVD tussen Rutte en mevrouw Verdonk. Dat waren lastige discussies. Tegelijkertijd vond ik het niet dat ik weg moest gaan, want ik probeerde ook in de discussie samen met veel collega's binnen de partij te voeren. Daar heb ik aan deelgenomen, daar hebben heel veel aan deelgenomen. Maar op enig moment kom je bij de vraag van, wil ik hier nog door blijven gaan? En als een partijleider zegt op enig moment dat de wet en de grondwet er niet meer toe doen, dan ga je over een grens wat mij betreft. En dan is die grens gekoppeld aan het feit dat er geen antwoord geformuleerd wordt over welke richting gaan we als samenleving uit. Ik zie die verkruibeling, dat zien we allemaal. We maken ons daar zorgen over. De politiek moet er antwoorden op formuleren. En natuurlijk vanuit verschillende visies, maar wel in een samenhang. En die samenhang ontbreekt. Nou bent u burgemeester van Purmerend. Purmerend, 80.000 inwoners, straks nog een slag groter. Wij zijn een gemiddelde stad. Inkomen zit zelfs nog iets onder het landelijk gemiddelde. Het burgemeester zijn 10 jaar in zo'n stad. Verandert ook daardoor je blik op
wat er nodig is, ook als VVD-burgemeester? Ontegenzeggelijk, want ik merk dat de zorgen bij collega's ook aanwezig is. Met name burgemeesters, merk ik, maken zich zorgen binnen de VVD en ook overigens binnen andere politieke partijen over de richting waaruit onze samenleving gaat, waarin onze samenleving gaat. Het burgemeesterschap is per definitie een functie waarbij je probeert te verbinden, waarbij je probeert de samenleving bijeen te houden, met alle verschillen van dien. Dat probeer ik ook te doen in de wijze waarop ik functioneer, waarbij ik gesprekken voer, met mensen praat, op pad ben, probeer die verbinding te krijgen. In Purmerend is het gelukkig in het algemeen best mogelijk, en daarom ben ik ook blij dat ik hier burgemeester ben, om die verbinding te krijgen. En natuurlijk gaat dat soms een beetje rauw, soms gaat het wat onhandig, maar uiteindelijk sta je wel met z'n allen op de Koelmarkt elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Maar het wezenlijke van de burgemeesterschap is dat je dicht bij de samenleving staat, als je het goed doet. Dan heb je de gesprekken met de mensen, dan weet je wat er in de samenleving leeft. Dan weet je van de zorgen die een aantal mensen hebben. En dan zie je ook de kansen die er zijn. Maar het gaat altijd om een balans. En ik vind dat je als burgemeester ervoor bent om te waarschuwen, om te besturen. En juist in die richting om te zorgen dat die samenleving bijeen blijft. En in mijn geval natuurlijk de lokale Purmerendse samenleving. Welke dingen ziet u in een stad als Purmerend waarvan je zegt van landelijk beleid heeft zulke negatieve effecten dat je dat eigenlijk, dat beleid kan je niet voortzetten? Een van de voorbeelden die ik ook in de brief noem zijn de decentralisaties. We hebben als gemeente veel meer verantwoordelijkheid gekregen rond jeugdzorg, rond de WMO. En we doen dat als gemeente echt ontzettend goed. Desalniettemin hebben we geweldige discussies. Waarom? Omdat we zulke enorme bezuinigingen hebben gekregen van het Rijk. Eigenlijk deed het Rijk het daarvoor ook niet goed met veel meer geld. En nu moeten wij het beter doen met minder geld. En we slagen ook nog een heel eind. Maar we redden het eigenlijk niet goed genoeg, omdat we weten dat we merken dat we discussie hebben over de gebrek aan budget. Maar is het dan alleen een geldverhaal? Of ook gewoon dat je als gemeente tegen je grenzen aanloopt van wat aan problemen er binnen de stad zijn, waarvan je zegt van ja, dat kunnen we gewoon als gemeente niet doen. Rijksoverheid neemt dat terug. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat wij dat wel goed kunnen. Alleen we moeten wel geëquipeerd zijn om het goed te doen. We moeten bijvoorbeeld voldoende politiemensen hebben. En dan is het in Purmerend nog helemaal niet zo beroerd gesteld. Omdat we dat voor een deel ook opvangen met onze BOA's, onze handhavers en op andere manieren. Maar we moeten voldoende politiemensen hebben. We moeten voldoende geld hebben om de zorg goed te kunnen doen. Als we dat niet hebben, en het ziet er voor de komende jaren niet gunstiger uit dan nu, dan maak ik me wel grote zorgen. Want dan hebben we eigenlijk niet het gereedschap om het goed te kunnen doen, terwijl we het wel zouden kunnen. Het maken van een landelijke politie, hè? Nou, u hebt altijd laten merken dat u daar geen grote voorstander van was. U noemt het ook in uw brief. Maar wat zien wij als burger op straat nou, wat een nadeel is ten opzichte van de oude situatie waarvan u zegt als burgemeester, dat moeten we zo niet doen? Nou, een van de zaken waar ik me zorgen over maak en waar ik ook heel vaak met de politieleiding over praat, is het terugtrekken uit de wijken. Onze wijkagenten moeten voldoende tijd hebben om in de wijk aanwezig te zijn, om de mensen te kennen, met de wijkmanagers en met de mensen van Club Welzijn op pad te zijn, om te weten welke probleemgezinnen er zijn. En je ziet in toenemende mate dat de druk op de politie vanuit het landelijk perspectief zo groot wordt dat dat onmogelijk wordt. Te veel zaken worden ook opgepakt door de politie die geen vervolg krijgen bij justitie. En waarom niet? Omdat het justitieel apparaat verstopt zit. Omdat de rechtspraak niet goed functioneert. Dat zijn allemaal landelijke dingen waar wij als gemeente niks aan kunnen doen, maar waarbij we wel de gevolgen hebben. Wat zou dan een partij als de VVD daaraan moeten doen? Want u zegt uw lidmaatschap op, hè? Omdat u die ontwikkelingen niet... u vindt ze niet positief, u wil daar wat aan veranderen. Wat moet dan specifiek een partij als de VVD doen waarvan u nou zegt, want dat hebben ze niet gedaan? Nou, ik heb gegeven in mijn brief een paar voorbeelden. De wijze waarop de rechtspraak bijvoorbeeld wordt gefinancierd is pervers, noem ik het. En ik zeg dat niet alleen, ik spreek heel veel rechters na die daar laatste tijd ook over hebben gecommuniceerd. Het betekent namelijk dat de rechtspraak wordt gefinancierd waarbij elke zaak een bepaald bedrag met zich meebrengt. Dat is raar, want de ene zaak is ingewikkelder dan de ander. Dat betekent dat de rechters te weinig tijd hebben en te weinig geld hebben om goed recht te kunnen spreken. Dat is de wortel aan de bijl, dat is de bijl aan de wortel van de democratie. Want de democratie is gebaat bij goede rechtspraak. Dat is een van de drie pijlers die we hebben.
En daar praten we veel te gemakkelijk over. Dat mag niet. En dat is ook een van de zaken die ik destijds heb gezegd, die rechters nu zeggen en waar vervolgens ook heel weinig mee wordt gedaan. De politie is hetzelfde, dat is landelijk georganiseerd, maar het heeft tot gevolg dat de landelijke prioriteiten bepalend zijn en niet de lokale meer. Nou bent u de tweede burgemeester die zijn lidmaatschap heeft opgezegd. De burgemeester van Assen heeft dat eerder gedaan. Ja, bij mij komt dan de vraag op, het is dus een probleem wat meerdere mensen binnen de VVD zien. Je kan ook lid blijven en zeggen, ik zoek mensen bij elkaar die net denken als ik. Zeker als het bestuurder zijn, heb je in zo'n partij natuurlijk relatief veel invloed. Als je groot genoeg bent als groep. Waarom heeft u niet eerst dat traject afgelopen? Want dan kan je aan het eind zeggen, nou, ik ben met 20, 30 burgemeesters aan de gang geweest. Komt niks van terecht, ik vind het mooi geweest. Want nu, ja, je stapt eruit, dan ben je je invloed kwijt. Maar er zitten binnen die partij misschien veel meer mensen die net denken als u. Waar je misschien de voortrekker zou moeten zijn. Of samen met een ander aantal mensen de voortrekker moet zijn binnen de VVD. Om dat beleid om te buigen. Kijk, als je bijna 50 jaar lid bent van een politieke partij. En daar ook altijd allerlei activiteiten in hebt ontplooit. Dan kun je niet zeggen dat je zomaar bent weggelopen. Ik vind dat ik dat uitdrukkelijk mag stellen. Ik heb ook de discussie op meerdere terreinen gevoerd, ook met anderen. En uiteindelijk, als je het gevoel hebt dat dat te weinig opbrengt, dan doe je het op een andere manier. Natuurlijk, ik heb ook in mijn brief geschreven dat ik vaker me heb afgevraagd of dit nou verstandig is op deze manier. Ik ben toch lid gebleven. Uiteindelijk is er een druppel die de emmer doet overlopen. Dat is wat mij betreft nu gebeurd. En als ik overigens de reacties zie van de publiciteit en de media, dan lijkt het wel alsof het eruit stappen veel effectiever is dan erin blijven zitten. Maar nu is er wel opeens aandacht voor, terwijl ik allerlei dingen eerder heb gezegd waar nooit iets over geschreven is. Onder andere over de nationale politie, ook onder andere over de rechtspraak, onder andere over de rechtsstaat. Dus kennelijk is het nodig wat drastische maatregelen te nemen om toch de publiciteit te krijgen die nodig is. Was u eigenlijk al veel langer geen echte VVD'er meer? Of noemt u zelf de originele VVD'ers en is de VVD van u afgedreven? Als ik kijk naar de VVD waar ik lid van ben geworden destijds, een liberale partij met een sociaal hart, dan vind ik dat het evenwicht toch niet meer aanwezig is. En dat is niet dus de partij waar ik destijds lid van ben geworden. En nou weet ik natuurlijk, de samenleving is veranderd. En ik weet natuurlijk ook wel dat je ook voor een deel mee moet bewegen. Maar je basisprincipes van de rechtsstaat, de rechtvaardigheid in de samenleving, het evenwicht in de samenleving, de vrijheid van het individu versus datgene wat je samen hebt te doen, daar voel ik me niet meer zo lang bij. En het gaat om dat soort diepere waarden die uiteindelijk voor mij bepalend zijn. Wat betekent dat voor uw rol als burgemeester? Wat mij betreft niets, want ik ben hier niet als VVD-burgemeester. Ik ben hier als burgemeester van de hele stad, voor alle politieke partijen. Ik meen dat ik me altijd zo heb opgesteld en dat zal ik zeker blijven doen. U geeft ook in die brief aan dat u nadenkt of u zich bij een andere partij wil aansluiten. Dus wij krijgen nu natuurlijk de primeur van welke partij dat zou kunnen zijn. Of denkt u daar echt nog heel erg over na? Nee, ik denk daar echt erg over na. Kijk, ik weet ook wel, het is voor mij al een hele stap om uit de VVD te stappen. Ik wil er goed over nadenken of ik naar een andere partij wil. Ik wil eerst dit even netjes afronden, daar de discussie over voeren. En dan ga ik vervolgens nadenken of ik een andere stap wil zetten naar een andere politieke partij. Want het dilemma is, op het moment dat ik naar een andere partij ga, dan zeggen mensen van zie je wel. Als ik het niet doe, dan zeggen mensen je staat langs de zijlijn. Dus ik weet voor een deel dat ik het sowieso niet goed zal doen. Maar ik wil dat graag voor mezelf op een rijtje zetten. Is er trouwens ook nog een discussie die in een gemeenteraad terugkomt? Het feit dat u van partij bent gewisseld? Of is het gewoon aan de gemeenteraad zelf, als zij daarover willen praten, bent u daartoe bereid? Ik ben vanzelfsprekend over alles bereid te spreken met de gemeenteraad als de gemeenteraad daarover wil praten. Maar ik ben natuurlijk niet aangenomen als VVD'er, ik ben aangenomen als burgemeester. En zo heb ik me ook altijd gevoeld. Maar als de gemeenteraad erover wil spreken, wie ben ik om te zeggen dat ik daar niet over spreek? Natuurlijk, als de gemeenteraad dat wil. Maar ik denk dat ze er eerder kennis van zullen nemen dan dat ze daar een discussie over zullen voeren. Maar we zullen zien. Dank u wel. Graag gedaan.